Dat was Prayer Alert, mensen. Kijkers van Harm en Frodo. Het is 6:50 ochtends en ik ga lekker het ontbijt klaarmaken. Gisteren heb ik per ongeluk gevrijwilligd voor het voorbereiden van het ontbijt. Ik dacht dat het betekende dat ik het ontbijt zou uitdelen, maar ik zou het ook voorbereiden. Dus dan moet ik hier extra vroeg zijn. Het voordeel is, het is lekker rustig overal. En ik ben altijd een beetje nog met die krantenmentaliteit van als de wekker gaat, dan is je dag begonnen. Dus ik stond volgens mij binnen 7 minuten aangekleed, wel tanden gepoetst en zo buiten. Terwijl ik daar echt een 30 minuten voor ingepland had. Dus ik heb nu wat spare time. En straks gaan we lekker het ontbijt klaarmaken. Roomtourtje, er staat hier nu een bureau. Oké, ik was vanmorgen als allereerste bij het ontbijt, want ik was het ontbijt aan het klaarmaken. Dat zorgt ook dat ik daar eet. Dat zorgt ook dat we geen supercoole food review hebben gehad. We krijgen bij lunch food review. Ik ga straks lunch eten. En verder op zich wel goed geslapen. En ik vind dat vroeg opstaan vind ik heerlijk. Dus dat ga ik er gewoon lekker in houden. En dat is Thijs E. Ik moet Thijs nog even vragen hoe hij het ontbijt vond. Thijs, wat vond jij van het eten deze morgen? Ja, ik vond het eigenlijk best wel tegenval het eten vanochtend. Het was op zich prima. Normaal gesproken ben ik gewend dat ik 3 boterhammen 's ochtends eet. Mm-hmm. En nu kreeg je 1 stukje stokbrood met chocolaatje erbij. Ja, je moet vragen om meer. Ze mogen, als mensen meer vragen, 3 stuks geven aan iedereen. Ja, mag dat? Yes. Oké, dan doe ik dat volgende keer. Nee, maar ik kreeg nu echt 1 stukje en ook gewoon echt een best wel klein stukje. Dus dat was best wel gaar. Maar op zich was prima te eten en uiteindelijk bleek dat er gewoon nog over was. Dus toen kregen we nog een stukje. Ja, klopt. En je kan altijd 's ochtends voor de prayer even naar de keuken komen. Oké, we eten dit jongens, we eten dit en het ziet er best wel goed uit. Het eten was echt verrassend goed. 4,5 ster voor deze mislukte nasi. Nee, ik heb er oprecht heel erg van genoten. Dit was tot nu toe het beste wat we hier hebben gegeten. Dus ik ben benieuwd naar de rest. Ik heb vanmiddag niet superveel te doen, want pas om 4:00 heb ik weer werk. De lunch. En de lunch vond ik best wel goed. Dat was beter dan gisteren. Dat was gisteren hadden we echt van die zure couscous. Dat was, nou ja, goed. Op zich prima. Maar nu hadden we iets van, wat was het? Chili con carne-achtig iets? Of iets met rijst in ieder geval? De vlog noemde het mislukte nasi. Mislukte nasi, okay. Ik vond hem niet mislukt. Maar nee. Het was wel gewoon, als het nasi was, was hij mislukt, zeg maar. Maar hij was best wel lekker. Ja. Ik heb hem 4,5 ster gegeven. 4,5 ster? Ja, ja. En het eten van gisteren 1,5 ster. Het contrast moet gewoon duidelijk zijn. Het contrast moet er wezen. Ja, ja, exact dat. Ja. Ja, en het grappige aan die nasi was, ik rook het. En ik dacht, dit is geweldig, dit moet ik hebben. En ik kreeg 1 miserig hapje opgeschept. Dus ik bleef daar staan, omdat ik zo zat van, oh, misschien was het net nog iets wat aan de lepel zat van de vorige. En toen zei hij echt zo van, je mag niet doorlopen. En toen zat ik zo van, nee, ik wil meer. Thijs heeft koffie gedoneerd, jongens. Shoutout Thijs. Vlog. Kaboom, jongens. Welkom bij weer deze nieuwe dag. Dag. Ik bedoel gewoon nieuwe maaltijd. We staan in de rij voor de nieuwe maaltijd. Kaboom, deze plak ham heeft de maaltijd onvegetarisch gemaakt, jongens. En we hebben parsik, we hebben bread, I think. Thijs heeft wel vegetarische maaltijd. Heel cringe. De rij voor vegetariërs is dus ook nog steeds open. Dat is best wel grappig om te zien. Ik ga dat even filmen. Meat loopt gewoon door die rij, want niemand eet dat. Haha. Cacciorno, mijn eten is bijna op. Deze persic nectarine vrucht smaakt naar appel. Het is zo hard als een appel, terwijl die van gisteren waren overrijp. Dus dat is bizar. Het was daadwerkelijk een super goede pasta. Ik geef hem denk ik 4 sterren. Kaboom, dat was prayer alert mensen. Dat betekent dat we nu naar binnen in de kerk moeten of zo, maar dat doe ik niet. Dat is raar. Pannenkoek? Wat? Huh? Hoe komen we daaraan? Te veel vragen in één keer.
Kaboom pannenkoek. We hebben lekker. Oh, het pannenkoekje was best wel lekker. Ja, ik geef het lekker. 4 sterren. Thijs, geef sterren. 3,5. 4,5. Oké, 4,5? Dat betekent dat het even goed was als de lunch van vanmiddag. Nee, ja, mijn pannenkoeken zijn beter. Volgens mij zit ook jouw pannenkoek, want jij hebt deze ook betaald. Ja, stiekem wel. Maar je eet toch ook gratis mee. Al het mooie hier komt van Thijs. Nou ja. Als Thijs mee is, eet je altijd gratis. Abonneer voor meer food reviews. Groep uit Emmen is ook in Taizé aangekomen. De laatste Nederlandse groep in de zomervakantie. En vanuit mijn toffe slaapkamer kan ik zeggen dat dit de maandag alweer was. Dus tof. Het is 10:15. Ik ga lekker slapen. Morgen staat de wekker weer om 10:07 uit mijn hoofd. 10:07, nog erger. Dus dan zie ik jullie dan weer. Tot ziens, tot later. Jesse maakte het echt een hele leuke grap. Nu heeft hij het door. Ja. Oh, ik ben heel benieuwd naar de grap.